Hallo, mijn naam is Wiebe Bijlsma, al 20 jaar gepassioneerd ondernemer in de uitzend- en payrollbranche. Uitgegroeid tot marktleider, zeker in het noorden van het land, op het gebied van payrolling. Wij verzorgen voor meer dan 400-500 bedrijven de payroll, afhankelijk van het seizoen. In deze afgelopen jaren hebben we veel kennis opgedaan over de branche en hoe het werkt en ook zeker hoe het niet werkt. Vandaag willen jullie meenemen in een van de vragen die we vaak horen is of payroll nou duurder is dan in eigen beheer. Daarnaast willen we een aantal punten aanstippen. We noemen de vooroordelen, de clichés die uit ons onderzoek naar voren zijn gekomen. Welke bedrijven vaak hebben over het werken met een payroller, die willen we vandaag ook aan orde laten komen. In ons kantoor hier, in onze transparante kantoor waar iedereen kan meeluisteren, gaan we één voor één deze vooroordelen bij langs. In onze ogen is een goed payrollbureau een bureau dat zijn deuren openlaat voor controlerende instanties. Zodat het ook klopt wat we doen. Denk hierbij aan een ABU-lidmaatschap, de brancheorganisatie. De SFT, Stichting Financiële Toetsing, die controleert of de afdrachten goed gedaan zijn. Daarnaast nog eventueel een VRO-controle of alles goed is uitgevoerd. Zo zijn er een aantal kenmerken waarbij u ervan voor overtuigd kunt zijn dat wij ons werk goed hebben gedaan en ook de afdrachten gedaan zijn. Als u op deze dingen let, weet u dat u kiest voor een betrouwbare payroller en niet de zogenoemde cowboy die u wel eens vaker tegenkomt. Goedkoop kan dan duurkoop zijn. Het is ook zeker niet zo dat de payrollorganisatie geld verdient van de medewerker. Op die wijze is het niet geregeld. De medewerker ontvangt altijd hetzelfde als wat afgesproken is. Er wordt ook niets ingehouden wat wettelijk niet mag. Hier zijn strenge controles op en is het dus onmogelijk bij payrollers. Denkt u dit wel te hebben bij een payroller, dan kunt u hier gelijk melding van maken en wordt dit ook opgelost en aangepakt. Alleen goede payrollers hebben recht op goede medewerkers in dit land en niemand anders. Wat er ook vaak gezegd wordt is dat de medewerker op elk moment maar ontslag kan krijgen of overal maar naartoe gestuurd kan worden. In de basis kan dit waar zijn, maar een goede payroller wil geen slechte beëindigingen van zijn overeenkomst. Hij wil ambassadeurs. Als deze persoon weggaat, dan hoop je dat hij bij een ander bedrijf bij jou terugkomt. Dus ook een goede payroller zal altijd gaan voor een goede oplossing. Daar moeten ze best voor doen, dus let daarop. Het kan voorkomen dat ook een medewerker ziek wordt. Wanneer u deze bij een payroller heeft lopen, dan zal deze payrollorganisatie ook de zorg op zich nemen van deze medewerker bij ziekte. Op deze wijze heb je vaak een blije opdrachtgever en een blije medewerker. En daar moet het om gaan. De vraag of payroll duurder is dan in eigen beheer is eentje die een goede payroller ook voor u zou kunnen laten vergelijken. Diverse payrolls werken met een rekenmodule waarin duidelijk wordt wat het verschil is tussen eigen beheer of juist voor de payrollconstructie te kiezen. Vraag hierna en zij moeten dit in huis hebben en het u duidelijk kunnen maken. Want ook een goede payroller factureert liever 10 keer laag dan 1 keer hoog. Heb je aan de aanleiding van deze aflevering nog vragen of wil je zelf een keer aanschuiven op deze mooie plek aan dit bureau, dan is dat mogelijk. We houden van een open, eerlijke, transparante communicatie en gaan graag met je in gesprek. Dus ben je medewerker, opdrachtgever, toekomstige opdrachtgever, ondernemer. Wij willen je graag verder helpen. Neem plaats en neem contact op het onderstaande adres en we zien je snel. Tot ziens. Bye.